20 maart 2013, een historische dag, één dag voor het voorjaar, maar onder winterse omstandigheden. Dat maakt helemaal niet uit, want in het hart van de bijvangbewoners in Enschede schijnt de zon. De mijn gaat beginnen. De sloopwerkzaamheden en daarna de herbouw van de complete wijk. Het doet me wel wat. De tijd van gezellig bij elkaar, de barbecue'tjes en de dingen. Hè? Want ja goed, de bomen zijn weg waar je al die jaren onder hebt gezeten. Oude tijdperk is weg. Maar ja, het goede daarin is, een nieuwe tijdperk begint weer. Dus dat is wel... Ja, kijk er wel naar uit. Dat we er zo langzamerhand naartoe zijn. Hè? Wat dat betreft zijn de woningen gewoon op. Dus, en we krijgen een nieuwbouw terug, dus dat is alleen maar schitterend. Alle bewoners van de wijk... Met medewerkers van het domein en Sint-Paul-Kunde van Roo hebben ook een licht opgestoken. Ik vind het best wel leuk om een nieuw huis te krijgen. Maar ik ben wel benieuwd hoe die eruit gaat zien. Nou, toen wat ik voelde, toen wat die grepen erin ging, was grandioos. Echt, dat is niet te beschrijven. Ja, hier doe je het voor. En ik zei net al tegen een aantal mensen, tot een paar maanden geleden zeiden mensen nog, zijn papieren tijgers, die kunnen zo weer de prullenbak in. En dat moet je laten zien. En hier laten we het mee zien. En dat is gewoon hartstikke goed. Het is een heel intensief traject geweest, wat Domein primair heeft gedaan samen met de bewoners. De bewoners met Domein en de gemeente er af en toe bij. Dus samen met Jan Salvada, de directeur, heb ik menig uurtje opbouwwerk verricht in deze wijk. En de bewoners zijn uiteindelijk heel tevreden met de plannen die er nu liggen. En er is een sloop, zo'n datum als vandaag, waarin inderdaad gewoon iets weggehapt wordt. Waarin het duidelijk is dat het onvermijdelijk is. Dat de enorme rijen blokken die leeg staan, dat die nu onder het slopen samenvallen, dat dan direct begonnen wordt met de bouw. Ja, het is natuurlijk een sluitstuk van het proces waar ik heel tevreden mee ben. En je merkt het ook aan de bewoners en iedereen, alle betrokkenen. Men is ook wel een beetje opgelucht dat we dit bereikt hebben.